De politie heeft dinsdag een echtpaar uit Langeboom aangehouden op verdenking van misbruik en mishandeling. De man, van 63 jaar, wordt verdacht van misbruik van 5 pleegkinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar. De vrouw, van 58, wordt verdacht van mishandeling. Het echtpaar begon jaren geleden met de opvang van pleegkinderen in Sint-Antonis en richtte daarvoor de Stichting Kind van de Rekening op. Daarna volgde een verhuizing naar de voormalige woning van de kunstschilder Kees Bastiaans in Mil. 4 jaar geleden volgde een verhuizing naar een groot pand aan de Hogeweg in Langeboom. Dankzij het tv-programma Je Leven in de Steigers en de medewerking van vele regionale bedrijven werd het pand volledig verbouwd en opnieuw ingericht voor de opvang van pleegkinderen. Vorig jaar zomer werden de pleegkinderen door de Raad van Kinderbescherming uit de woning gehaald, omdat er sprake zou zijn van verwaarlozing en onvoldoende toezicht. Het echtpaar zit in voorlopige hechtenis.